Het wordt steeds beter, hè? Zo. Ja. De wanhopige hoeveelheid. We zijn de wanhoop nabij. Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Dat schrijft internetpionier Marleen Sticker in haar boek. Big Tech heeft onze digitale wereld volledig overgenomen. We worden afgeluisterd, gestuurd, gevolgd, geleefd en dat hebben we zelf laten gebeuren. Maar, zo schrijft ze, we kunnen het ook zelf weer repareren. Maar kunnen we dat wel? In het voorjaar zat ik te kijken naar The Silicon Passion, het alternatieve paasverhaal van Setup, waarin niet Jezus, maar Big Tech de hoofdrol speelt. Gather here to look for guilt. And I would like to start out by saying that we here at Big Tech, we've always been dreamers. But with a deep imbalance in our shared network, who is to blame? En terwijl ik daarnaar zat te kijken, dacht ik, het internet is niet stuk, wij zijn stuk. En daarmee kwam een ongemakkelijke vraag bovendrijven. Kunnen wij het internet repareren zolang we zelf stuk zijn? Want zolang wij kapot zijn, zullen onze technologische verlengstukken dat ook zijn. Zoals Rutger Bregman al schreef, de meeste mensen deugen. Maar ook dat deugen kan schadelijke gevolgen hebben. Verpakt in een sausje van deugdelijkheid en met de beste intenties, blijkt de mens juist hele schadelijke dingen te kunnen doen. Weet je bijvoorbeeld nog wat de nobele ambitie van Facebook was? Our new mission. Our mission at Facebook. To build communities. Building community. Bring the world closer together. Hun motto, bring the world closer together, werd al snel een morele rechtvaardiging om elkaar te begluren, liken, disliken en wegswipen. We vinden het fijn om onze eigen deugdelijkheid te benadrukken door anderen te cancelen en hen aan de digitale schandpaal te nagelen. En mocht er ondanks alle filterbubbels die keer op keer ons eigen gelijk bevestigen, toch nog wat zelftwijfel overblijven, dan poetsen we die weg met een berg. Likes, allemaal likes. Wat kan ons het schelen, zolang ze delen. En weet je nog wat de belofte van de platformeconomie was? Deze zou leiden tot een deeleconomie waar iedereen van mee profiteert. Maar dat zat toch iets anders in elkaar. Maar je bent dan in ieder geval wel lekker zelfstandig en flexibel, toch? Dat is waar de platforms zelf steeds op blijven hameren in elke discussie die ontstaat. Maar dat valt in de praktijk nog wel eens tegen. Want als je opdrachtgever een slim algoritme is dat dicteert wat jij precies moet doen, wanneer je het moet doen en tegen welk tarief, hoe zelfstandig en flexibel ben je dan? Dus nou ja, die paar kliks waarmee we een maaltijd of taxiritje bestellen, uitbuiting is just a few swipes away. Want we zijn gemaksdieren en onze technologieën zijn de perfecte tools om onze luiheid, ijdelheid en onverschilligheid te doen voorkomen als iets onschuldigs, als iets normaals of zelfs als iets onoverkomelijks. En zo kon het een deugd worden om weg te kijken van de wereld om ons heen en te verdwijnen in de endless scroll van onze glazen plankjes. Ze worden smombies genoemd, smartphone zombies. Mensen die voortdurend zo door het verkeer lopen. Nou, voor die mensen is er een bodegraven nu speciale verlichting aangebracht. Ja, RTL Nieuws, serieus. Die traditionele media die hebben we echt niet meer nodig. Met onze online content en onze op maat gemaakte social media feeds zijn we alleenheersers geworden in ons eigen informatieuniversum. Online zullen we zelf wel eens even uitmaken wat waarheid is. Althans, dat dachten we. When we are angry, we click more. And clicks feed the ever-growing power and wealth of the corporations that run social media. We think that we are expressing ourselves. But really, we are just components in their system. We zijn helemaal geen machtige alleenheersers. We zijn speelballen, data-objecten voor sturing en manipulatie. Om ons gedrag zo voorspelbaar te maken dat bedrijven daar geld aan kunnen verdienen. There's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. Dit wisten we natuurlijk allemaal al lang en dat maakt het alleen maar wranger.
Maar let op, dit is absoluut geen cynisch pleidooi. Laat ik beginnen met te zeggen dat als je technologie wil maken die fundamenteel anders is, je ook een mens nodig hebt die fundamenteel anders is. Want Big Tech heeft ons deze situatie niet aangedaan. Het is precies andersom. Wij mensen hebben dit onszelf via onze eigen technologieën aangedaan. I came here today to be the bad guy. To tell you what you don't want to hear. That technologies are giving us everything that we want. And that is a bad thing. That is a bad thing not because of what technologies are doing to us, but because of what we are doing to technologies. Wij hebben de frictieloze gadgets uit de vallei helpen floreren. Wij hebben met ons massale smartphone gebruik geholpen hun design te optimaliseren, zodat het ons precies geeft wat wij willen. Ook al wordt de wereld daar niet altijd beter van. En ik denk dat we dat zullen blijven doen. Ook met nieuwe technologieën, ook met een nieuw internet. Tenzij we zelf wezenlijk veranderen. De mens wezenlijk veranderen is geen makkelijk proces. Iedereen, de ontwikkelaars, de gebruikers, maar ook zeker die grote boze techbazen, die zitten allemaal vast in een systeem dat ook wel heel weinig ruimte biedt om wezenlijk te veranderen. I think that, you know, I think there's a nice little parallel in Smithereens that Billy Bauer is as out of control as Chris is. You know, here he is having set up this huge tech giant and he's not even in control of it because it's too big, you know, it's become unwieldy. You know, everyone feels it, so that they're sort of powerless within this huge power that the tech brings. Dus ja, iedereen zit vast in een verdienmodel dat ons allemaal in een wurggreep houdt. Ook na een dodelijke pandemie leven we nog steeds in een pervers kapitalistisch systeem dat draait om welvaart in plaats van welzijn. Kwantiteit in plaats van kwaliteit. Kliks in plaats van echte waardering. Om kortstondige groeiimpulsen in plaats van langdurige oplossingen. Maar net zoals dat het te gemakzuchtig is om de schuld af te schuiven op het grote boze algoritme of het grote boze Big Tech, moeten we ook niet de schuld afschuiven op het grote boze systeem. We horen graag dat wij niet hoeven te veranderen, dat we slachtoffers zijn van de structuren en systemen waarin we leven en dat politiek, bedrijfsleven en de ontwerpers in Silicon Valley, vooral die anderen, dat zij verantwoordelijk zijn en dat zij het dus ook maar moeten oplossen. Inderdaad, we zitten vast in destructieve systemen waar niet iedereen om gevraagd heeft. Maar dat betekent niet dat we deze systemen niet kunnen veranderen en dat onze eigen keuzes, acties, intenties en onze ontwerpprocessen helemaal geen invloed hebben. We can sit here all day blaming other people. We blame the economy, we blame Europe, the opposition, the weather. And then we blame these vast sweeping tides of history, you know, like they're out of our control, like we're so helpless and little and small. But it's still our fault. Onze technologieën zijn ingebed in een sociaal-economisch systeem dat alleen voor een kleine groep mensen werkt. Maar we kunnen ook andere keuzes maken en ruimte creëren voor een beter systeem dat langer houdbaar is. Mensen staan niet tegenover het systeem, wij maken het systeem, elke dag opnieuw als medeontwerper. Dus ja, de mens mag dan stuk zijn, maar we kunnen haar repareren. Niet met meer data en niet door het mens zijn uit te besteden aan technologie. Maar met creativiteit en ons vermogen om alternatieve toekomsten met technologie te verbeelden en daarnaar te handelen. Ik denk dat het RIVM, afgezien van epidemiologen, modelleurs, sociologen en wiskundigen, ook een kunstenaar, een scenario-schrijver, een romanschrijver zou kunnen betrekken daarbij als aanvulling, omdat wij niks anders doen dan de hele tijd ondenkbare scenario's uitdiepen. Wij zijn daar, wij kunstenaars, dat is ons bestaansrecht, onze verbeelding. Wij zijn daar dag en nacht mee bezig. Doe een beroep op die kracht. Dat is natuurlijk voor Kraakje heel belangrijk. Het koraal, die geeft helemaal niets om het internet. Het koraal is stuk. Dat kunnen we niet meer repareren. Nee, dat kunnen we niet meer repareren. Dat is nu te laat.